Roy Kortschmidt, als we naar deze wedstrijd tegen FC Utrecht kijken, is dit dan een terechte nederlaag of had jij het idee dat er meer in had gezeten voor Sparta? Er had wel meer in gezeten, alleen denk ik wel dat Utrecht gewoon een stuk efficiënter was als ons, dus denk het wel terecht. Laten we bij het begin beginnen. De aftrap wordt genomen, dan heb je een strijdplan klaar als Sparta. Dan kan na een halve minuut, ja, denk ik misschien al dat hele plan de prullenbak in. Nou, dat niet, want het is nog zo vroeg en je begint eigenlijk weer opnieuw. Alleen dat neemt niet weg dat het natuurlijk schandalig is hoe we aan de wedstrijd beginnen. Dat wil je niet. Alleen er is nog wel heel veel tijd daarna om het natuurlijk op te lossen. Waar ligt dat aan dat je zo aan een wedstrijd begint? Ja, dat weet ik niet. Misschien toch een stukje scherpte. Ik moet het allemaal nog maar even terugzien. Maar je moet gewoon in die eerste minuut moet je heel scherp zijn. En zeker thuis, zeker als Sparta zijn. En dat waren we niet en dan word je genadeloos afgeslacht. Volgens ons, die eerste helft die gaat dan verder. Dan sta je inderdaad na een half minuutje op een 1-0 achterstand. Maar ja, het leek wel of Utrecht dat op dat moment allemaal wel prima vond. En dat Sparta er niet bij kon of er niet doorheen kon komen. Of, ja, hoe heb jij dat ervaren? Ja, ik vond Utrecht ook daarna niet echt doordrukken. We hadden wat vaker de bal geloof ik als on. We kwamen er niet echt doorheen. Dat zag ik ook. Dat was lastig. Maar ik denk wel dat we goed stonden, zeker na die goal. Ze hebben geen kans meer gehad. Wij ook niet echt. Dus het was een beetje een schaakspel. Wat zeg je dan tegen elkaar in de rust? Nou, dat we beter moeten beginnen als de eerste helft. Dat we vertrouwen hebben. Vaak de bal gehad. Dat we meer kansen moeten creëren, grote kansen moeten creëren. En ook gewoon efficiënt zijn. Dan is de tweede helft bezig. Dan na 10 minuten in de tweede helft kom je op gelijke hoogte. Dat was ook de fase waarin Sparta eigenlijk best wel aardig begon te voetballen. Maar ja, wat gebeurde er daarna? Daarna raakten jullie het initiatief weer kwijt. Ik denk dat die goal heel terecht was. En ook na de 1-1 voelde ik eigenlijk meer dat wij hem gingen maken dan Utrecht. Alleen, ja, daar kwam Labiat met de vrije trap en dat was 2-1. Had je die moeten hebben? Ik eis wel van mezelf dat ik die bal heb. Hij is ver aan de zijkant. Dat neemt niet weg dat hij hem echt fantastisch raakt. Je ging richting de hoek. Ik had ook het gevoel dat je misschien wat twijfelde dat je de paal zou raken. Ja, ik heb nog niet helemaal goed teruggezien. Maar voor mijn gevoel ging hij de paal raken. En ging hij via de paal en mijn hand erin. Ik weet ook niet precies. Maar ja, nogmaals, van die afstand moet je hem hebben. En helaas. Dan ga je nog wel op zoek en probeer je het nog wel Sparta zijn om nog die aansluitingstreffer te maken. Lukt dan niet, zij komen dan nog op een 3-1. Ja, dan weet je dat het dan wel gespeeld is. Ja, in je hoofd spookt dat wel rond natuurlijk. Je gaat er wel gewoon voor. Je hoeft er maar één te maken en we kunnen er weer in geloven. Alleen op een gegeven moment zag je wel dat het klaar was. Wat werd er na afloop tegen elkaar nog gezegd in de kleedkamer? Waar werd er nog over gesproken? Dat dit heel zonde is en dat er meer in had gezeten. Dat we af en toe wel goed hebben gedaan. Goed spel hebben neergelegd. In principe weinig weggegeven. Maar ja, nogmaals, zij waren iets efficiënter dan ons. En dat is ook wel een kwaliteit. Is dat dan ook iets wat je wel weer meeneemt? Dan misschien toch wel dat beetje vertrouwen wat je erin uitspreekt. Ook dat je zegt van, zij waren misschien alleen iets efficiënter dan dat wij waren. Als je kijkt naar de afgelopen wedstrijden, daaraan hou je 4 punten, of 4 wedstrijden hou je punten. Nou, vandaag zeg je van, daar waren zij misschien iets efficiënter, maar deden we niet onder. Dat is dan ook wel iets aan vertrouwen dat je meeneemt? Ja, en we moeten sowieso meer in onszelf gaan vertrouwen. De trainer die zegt het ook wel eens voor de wedstrijd. Jullie weten half nog niet hoe goed je bent. En dat is ook wel zo. Het begint gewoon bij je eigen vertrouwen. En als dat 100% is bij iedereen, dan ben ik er ook van overtuigd dat je daarna resultaten gaat pakken. Wat moet er dan gebeuren om dat vertrouwen nog verder omhoog te krikken? Nou ja, het is natuurlijk lekker als je goed speelt en punten pakt. Dan krijg je vanzelf vertrouwen. En de trainer is daar ook goed mee bezig om iedereen omhoog te tillen. En dat moet je ook een beetje uit jezelf oproepen, denk ik. Vorige week tegen Willem II viel je uit, had je wat last van je lies. Je zei, het was meer een beetje ook uit voorzorg dat ik naar de kant ging. Hoe gaat het daar nu mee? Ja, gaat goed. Ik heb geen last meer van mijn lies. Vandaag ook niet nergens iets gevoeld, dus dat ziet er wel goed uit. Iets anders wat ik nog aan je wil vragen, dat heeft ook uiteraard met voetbal te maken, maar iets minder met de wedstrijden zelf. Afgelopen week werd bekend dat Sparta afscheid gaat nemen, in ieder geval van Dali Bouvolas. In de winterstop mogen er nog 2 spelers weg. Wat doet dat met de groep? Heb je daar nog iets van gemerkt? Ja, dat doet niks met de groep. Nee, het is gewoon duidelijk naar ons toe uitgesproken wat er aan de hand is en dan gaan we gewoon weer door. Niet dat dat nog meespeelt of zo op de een of andere manier? Nee, echt totaal niet.
Tenminste, bij mij sowieso niet en ik heb er ook niemand over gehoord.